Heeft u uw eerste stap gedaan? Ik heb een lijst van meer dan 4000. Dat is de eerste deel van de lijst. Dat ik eerst met 4000 zoveel. Oké, en waar zijn die 4000 mensen? U bent alleen gekomen? Met deze dame bedoel ik? Ja, die 4000 mensen zijn ergens anders, thuis of ik weet niet. Maar we hebben gemeend om de rust terug te brengen zoals wij de laatste zijn. Het is allemaal gegaan met een heleboel fanfare. Dan hebben wij dus de rust teruggebracht in de hele. In de hele situatie. Maar u moet ook rekening houden dat dit de stilte is die de storm vooraf gaat, dat teweeg zal worden gebracht door de partij Ontwikkeling door Eenheid. In welke districten gaan jullie meedoen aan de verkiezingen? Op dit moment zijn wij bezig, het is al zeker, kan ik zeggen, Paramaribo, Wanica, Para en Coroni over die andere. Zeg maar, het binnenland, daar hebben we niet echt zo'n beeld daarop. Maar de rest, dat komt nog eventjes wel. De partij is niet echt bekend. Weet u, ik sluip. De partij sluipt. Maar bent u nu in combinatieverband de verkiezingen? We hebben dus dat, die optie hebben we ook proberen te bewandelen. Maar op een gegeven moment, dan zagen we het niet meer zitten. Om met negen fronten? Ja, ja, precies. Dus dat is maar onder druk eigenlijk van de rest van de partij, de achterban. Dan is dus deze stap geweest, ja. Maar nogmaals, laat me verduidelijken, het zijn allemaal mijn vrienden. Er is niets gebeurd tussen de, het gaat gewoon. En zeg maar, ik ben de voorzitter van Ontwikkeling door Eenheid. En zoals Jezus dat een keer gezegd heeft, mi no confu you din mi, mi conf din you. En ik ben dus om de achterban te dienen. En als zij zeggen dat ik dit doe, en ik zie dat het niet een slechte stap is, een slechte move, dan doe ik dat. De doelen van alles dat scheef gaat, wordt rechtgetrokken, gaan we proberen recht te trekken. Je noemt het maar, criminaliteit, onderwijs. Ik zeg altijd, ik begin bij onderwijs, daar is de basis. En daarna heb je andere dingen, huisvesting, sociale zaken, noem maar op. Te veel om op te noemen, u kent ze allemaal. Met hoeveel denk je binnen te komen? Ik mik van alle districten waar ik ben, dat is er één. Okay. Tenminste. Heb je ook voor een regeer mag of is de oppositie ook goed? Kijk, een politieke vereniging die wordt opgericht en niet gaat voor een regeer mag, dan is eigenlijk ja. Maar als de oppositie daar ligt, dan is het ook meegenomen.